Bert, laatste wedstrijd in de competitie, derde divisie. En hopelijk niet de allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Nee, dat klopt, Piet. Er is genoeg over gezegd en geschreven natuurlijk. Ja, vaststaat dat het inderdaad voor de competitie de laatste wedstrijd is. En ja, daar willen we toch wel een mooi afscheid van deze competitie van gaan maken. Je speelt tegen een team dat bestaat uit minder dan de helft van het team waar je de eerste wedstrijd tegen speelde. Jong FC Groningen, 5 spelers. Het zijn dezelfde spelers die er toen in zaten. Voordeel, nadeel? Ja, kijk, weet je... Ik denk een voordeel, als je kijkt naar de kwaliteit, als je kijkt naar welke jongens er nu spelen. Ja, weet je, er zullen scouts langs de kant staan. Er zullen jonge talenten zijn die nog het beste van zichzelf willen geven. Maar ja, linksom, rechtsom blijf je dat toch altijd zo houden. En ik denk dat als wij ons normaal niveau halen, dan, dan moeten we van FC Groningen kunnen winnen. Dus laten we ons daar maar op richten. Heb jij het gevoel, naar aanleiding van de trainingen en zeker de korfbaltraining, dat, dat het wel goed zit in de koppies? Ik had het vermoeden dat je daarover zou beginnen, ja. Ja, nou, het is een combinatie van de omschakeling trainen de hele week. En daar hoort een korfbaltraining ook bij. En hoe vreemd dat ook mag klinken misschien. Maar dat is ook heel veel fun. Je hebt de fun gezien op die training. En andere omstandigheden, andere hoedanigheid. En ja, daar zoek ik nu even in. Omdat, hoe je het bent of verkeerd, ook doen we zelf ons werk. Je blijft even afwachten wat er op andere velden gebeurt. Ja. Barry Powell, die vergat wel een paar keer partij te schreeuwen. Ja, terwijl dat toch een jongen is die generatie, maar dat is ook van de generatie 3 vakken met korfbal volgens mij. Dus ja, maar goed, sommigen proberen nog te dunken. En laten we hopen dat iedereen vandaag net zo scherp is als in dat duel. En toch zie je dat in het begin, dan staan ze er een beetje meewarig naar te kijken van, wat gaan we nou dan allemaal doen? Maar dan na een minuut of twee, dan komt er een fanatisme los. Ongelooflijk, als dat vanmiddag op de grasmat ook zo is, dan zitten we goed. Ja, dat klopt. Ik had natuurlijk niet helemaal de korfbalregels zoals we die normaal hanteren. Maar ja, dat ging helemaal los en dat was prachtig om te zien. En ik had het idee dat ze daarna liever niet meer waren gaan voetballen. Zoveel plezier hadden ze erin. En, maar goed, uiteindelijk train je daar in de omschakeling. En daar is waar we vanmiddag ons op moeten richten. Ja, precies. Maar het moet voor jou ook een beetje een vreemd gevoel zijn nu. Van wordt het mijn laatste wedstrijd als coach voor DVS? Of komt er hierna nog wat? Dus ja, we kunnen het er eigenlijk nog niet over hebben, hè? Nee, ik kan me herinneren dat we vorig jaar ook zo'n interview hadden. En ja, het is lastig. We weten straks om 4:30 hoe het zit. Voor mij sowieso inderdaad mijn allerlaatste wedstrijd in de competitieverband bij DVS. Ja, weet je, ik heb zoveel eergevoel en trots dat ik gewoon wil dat we winnen. En dan voelt dat goed. Ik vind al dat we als groep het publiek ontzettend veel geboden hebben. En deze competitie prachtig hebben gemaakt met ons spel. En onze performance. En ja, het is net als op school. Als je huiswerk goed gedaan hebt, dan kreeg je wel eens een stickertje. Nou, ik hoop dat we vanmiddag dat stickertje erop kunnen plakken. Sowieso weer een derde plek, Bert. Ja, dat sowieso. En laten we hopen dat we na vanmiddag op de tweede plek staan, want dan kunnen we juichen. Oké. In ieder geval alvast gefeliciteerd met deze derde plek en meer dan 100 doelpunten en lekker veldspel. Dankjewel, Piet.